die slechts 1500 meter heeft gereden in wereldbekerwedstrijden. Toen de B-groep won en nu dus in de A-groep start. Ja, en mede start omdat hij eigenlijk niet was aangewezen voor deze wedstrijd. Mede start omdat Gianni Romme het nog niet aandurft om 1500 meter te rijden. Leeuwen verloor de tweestrijd in Deventer tijdens de afstandskampioenschappen van Hersman. Maar mag dus nu toch starten omdat Romme het laat. 23:55. Leeuwen neemt voorsprong op het schema van het wereldrecord. Het is een sprinter, goed. Het is gedurfd wat hij doet, maar hij opent de aanval op de tijd van Otne Sundrau. Als eerste. Nou ja, Imai deed het eigenlijk ook al. Maar dit is een serieuzere aanval. 50-05, schema wereldrecord van Sundrau. 49-83. En ook in de ronde is Leeuwang sneller dan destijds Otne Sundrau was. Dan gaat het nu om het verval in die ronde waar Leeuwang mee bezig is. Doorkomst van Sundrau 1:17:55 met een ronde van 27:05. Leeuwang mag niks laten liggen in deze ronde. Helemaal niks. 1:16:95. En ook in deze ronde is Leeuwang aanzienlijk sneller dan Sundrau was. Oh, die Leeuwang had zo de smoor in toen in Deventer. Want hij weet, ik kan tot de wereldtop horen op de 1500 meter. Maar eerst moest hij tot de Nederlandse top horen. En slechts omdat Romme het nog niet wil, mocht hij deze 1500 meter rijden. En waarmee bekroont hij dat? Het wereldrecord 1:46:43 van Sundrau. Hier is Leeuwang, wereldrecord! Wereldrecord, Jacco Jan Leeuwang, 1:45:56. 1:45:56.